Goedendag, u kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaza.nl. Net als de afgelopen dagen begint de dag weer met veel bewolking. Maar er is wel een verschilletje, want hier en daar zitten al wat gaten in het wolkendek. Dat betekent dat vanochtend al af en toe de zon kan doorbreken, maar de bewolking heeft de overhand en plaatselijk valt er wat lichte regen of motregen. Temperaturen rond 16 graden. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door, grootste kans daarop maakt het westen en zuiden van het land. Temperaturen lopen verder op in het zuiden naar 18 naar 19 graden. Onder het wolkendek blijft het 17 graden. En nog steeds blijft er plaatselijk wat motregen mogelijk. Vanavond trekken de buitjes naar Duitsland weg en breiden de opklaringen zich verder over het land uit. Halverwege de avond is het al wel frisjes met 14 graden. Morgenochtend beginnen we opnieuw met wolkenvelden. Maar eerder dan vandaag gaat de zon doorbreken en vooral in Zeeland verwachten we een flinke zonnige periode. Het lokaal kan nog een bui vallen en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Zondag, droog weer. Flinke zonnige periode. Meeste zon in het westen en zuidwesten. Dan op meer plaatsen 20 graden. Heerlijke dag, denk ik. Maandag kan er lokaal weer een bui vallen. En ook dinsdag houden we het niet droog. Temperaturen liggen iets onder de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.